Ja, goeiedag dames en heren. En welkom bij weer een nieuwe video van Alternative Living. Ik ben nu al een paar dagen op de boerderij. Maar ik ga straks weer terug naar de stad. Voordat ik ga wil ik een paar dingen voorbereiden. Ik zal je een paar dingen laten zien. Dit is de tuin en daar moet dus heel veel werk aan. Maar ik heb het grote gedeelte al gedaan. Dit was helemaal volgegroeid. Dit allemaal is volgegroeid. Ik heb de bakken al gebouwd. Ik moet ze alleen nog afbouwen. Dit zijn mijn plantenbakken voor het jaar. Voor de wortelen en de knollen en dat soort dingen. Want ik wil die van de grond houden. En hier heb ik er nog één. Hier. Dat is deze. En ik heb een klein projectje wat gaande is nou. Ik wil deze winter qua groente en proteïne wil ik heel de winter op mijn eigen spullen gaan. Oh kijk, ik heb hem nog niet gezien. Zie je die goudvis? Oh, die was 3 centimeter toen ik hem erin deed. Serieus, die is nou 2 jaar oud. Nee, dat meen je niet man. Kijk hoe mooi die is. Hé. Zo, die doen het goed. Oké, dit was voorheen een zwembad, maar je ziet het aan het hout, die is zo oud dat alles al begint te rotten. Nu, op zich is dat geen probleem, want hij is geïsoleerd. Dus, daar is het huisje, boerderijtje, hè? Lekker. Hij is geïsoleerd, maar als ik erin ga zwemmen, weet je wanneer je in een zwembad springt, dat het water zo omhoog gaat en zo door de druk zou die uitscheuren. Ik had een heel groot probleem ermee, want ik had een heel groot muggen, heel erg muggenprobleem. En dat muggenprobleem, dat kwam doordat er stilstaand water in het zwembad lag. Dus wat heb ik gedaan? Toen heb ik er een paar kleine goudvissen in gedaan. Die waren 2 centimeter groot of zo. En ja, dat is al een aantal jaar terug, maar doordat ik er nooit naartoe ga, de mugprobleem is voorbij, heb ik ze nog niet gezien. En nou zie ik ineens, de winter is een beetje aan het opwarmen, hè? Komen ze weer naar boven. Nou, dat is toch mooi hè, zo zie je maar een goudvis van 3 jaar oud. Ja, het kan toch natuurlijk hè. Oh zo, ik kan die niet zo neerzetten. Ik zal deze even neer proberen te zetten. Nou, hoe doen we dat? Doen we zo. Ik doe even zo, voor het gemak. Nu, dit zijn 2 verschillende bakken met aarde. 3 eigenlijk, maar oké. Dit is tuinaarde die ik voor heb bereid. Nou, voorbereid bedoel ik voor de winter graaf ik het uit. Besprenkel ik het, gooi ik eerst natuurazijn bij. Dan draai ik het helemaal omdat het allemaal vochtig is. Dan laat ik het 3 dagen overdekt staan. Daarna spoel ik het uit. En dat is om het te steriliseren. Dus alle zaadjes en zo moeten eigenlijk afsterven die erin zitten. Daarna spoel ik het helemaal uit. Nou, dat is op zich voor de natuur geen probleem. Op zich, dat is gewoon geen probleem. Dit is modder die ik uit de vijver heb gehaald. Zoals je ziet hangen de planten over de rand van de vijver heen en de bomen die hangen erboven. Iedere winter vallen alle bladeren erin. Nu, deze vijver
heeft 8 jaar lang bladeren verzameld. Wat allemaal natuurlijk is verteerd en afgebroken en in het water ligt. Dat ligt op de bodem. Dus dat modder zet ik begin van de winter hier. Zodat het kan bevriezen, kan ontdooien. Ik meng het met as uit de, ik weet niet of je hem ziet, houtkachel. Oei, pas even op, anders gaat het kapot. En dat laat ik dan een winter staan. En dan krijgen we dit. Nou, dit is natuurlijk alleen maar plantenafval met as, met gekuurde aarde. Het is hier altijd. Je maakt vandaag schoon, je loopt 1 keer naar buiten en naar binnen en het is gelijk weer modderig. Maar ja, dat moeten we straks even dweilen. Deze even dicht. Wat wij vandaag gaan doen, dat wil ik eventjes met jullie doornemen. Vandaag wou ik eigenlijk bonen planten, pepers alvast voorplanten. We zitten pas in februari, dus we kunnen nog niet naar buiten. En paprika's. Ja? Nu, waarom wil ik deze video maken? Wanneer jij naar de winkel gaat en jij koopt jouw tomaten en jij koopt jouw paprika's. Je merkt al waar ik naartoe ga met dit. En je koopt jouw pepers, maak je ze schoon, gooi je ze weg. Ja, toch? Oké. Ja, ieder zijn eigen natuurlijk, maar hou wel rekening dat de zaden die je weggooit dan, hè, want de zaden gooi je weg, je gooit niet de pepers weg. Ik zal dit even neerzetten, want ik ben weer lekker onhandig bezig. Zo. Zo. Lukt dat zo? Dat gewoon zo. Zo. Zo moet die blijven staan. In ieder geval de zaden die je weggooit wanneer je jouw groente schoonmaakt. Dat zijn eigenlijk gewoon heel goede zaden. Er was een tijd een verhaal dat ze de groente steriliseerden, waardoor de zaden dan niet meer verder groeiden. Maar sinds dat ik klein ben, en ik zit nu al in de 40, sinds dat ik klein ben, ik heb een land- en tuinbouwachtergrond, ik heb lager agrarisch gevolg, bloementeelt in Brielen. Sinds dat ik klein ben deden wij dat. De tomatenzaden, die droogden we voor een weekje of zo. En dan zetten we die gewoon op het aarde neer. En dan zetten we het voor het raam, hè, dus in de kamer. Nou, uiteindelijk, ik was nog zo jong, ik was niet echt bezig met tomaten kweken of dat. Maar ik vond het gewoon leuk dat er plantjes uitkwamen. En inderdaad, er kwamen plantjes uit. Nu gebeurt dat nog steeds. Alleen, nu pak ik niet meer iedere tomaat of peper of paprika die ik kan vinden. Ik bestel mijn zaden net zoals die bonen die je net zag. Dat zijn ivoren snijbonen. Ja? Nee? Ivoren spersiebonen. Dus die zijn helemaal ivoorwit. De zaden zelf en de husk zelf. Die heb ik besteld. Maar dit was nog over van verleden jaar. Kijk, ik heb er nog eentje. Zie je? Die moet ik nog pellen. Die heb ik expres apart gehouden. Omdat ik die dit jaar weer wou hebben. Maar de peperzaden heb ik hierin geplant. Ik weet niet of je dat ziet zo. Die heb ik hierin geplant. En in nog een andere bak. En de paprikazaden, die heb ik hier al ingeplant. En nog een andere bak. En dat zijn zaden die ik voor de winter uit een peper heb gehaald die ik lekker vond. Je gaat naar de winkel, je gaat je pepers kopen. Maar ze zijn niet heet. Dat is niet interessant, toch? Maar om de zoveel tijd, dan krijg je een peper dat je zegt, hey, dat was echt, deze is echt gewoon boom, weet je, deze is gewoon echt goed. Wat ik dan doe, is dan, wanneer ik hem schoonmaak, en ik haal de zaden eruit, leg ik de zaden, die haal ik dan los van dat hart van die peper, en die
Ondertussen, ik doe de bonen ongeveer een halve cent tot een halve centimeter onder de aarde. Ja, ik pak hem zo beet. Daarom zo erin. Met dit zo naar de zijkant. Daarom zo erin. En een halve centimeter zo. In de aarde met 5 centimeter tot 10 centimeter uit elkaar. Want ik ga ze later toch overpotten. Maar dan vind ik een peper. En die peper is gewoon lekker. Die is lekker heet. En het gebeurt niet vaak. Dus dan haal ik de zaden eruit. Ik haal ze van het hart af. En dan leg ik ze om te drogen. Ik rol ze vaak in één velletje van een krant. Een paar keer omslaan, niet te veel. En dan leg ik hem hoog ergens in de kamer. Omdat de warmte van de kamer, wat je in de zomer stookt, of in de winter stookt. Dat gaat natuurlijk, dat blijft hangen in de lucht. En dus hoe hoger, hoe beter. En dan droogt die als het ware heel langzaam uit. Niet te hard. Olie moet niet verdampen wat in de zaden zit. Maar het zaadje moet gewoon goed drogen. En dan krijg je dit. Wat ik wel doe, dat is gewoon een kleine reminder voor mezelf. Zie je het takje hier zo? Dat is het stokje van de peper. Omdat de peper, tomaat en paprika zaden, zoals je hier ziet, heel erg op elkaar lijken. En dan zie ik, anders kan ik eind van het jaar niet meer onderscheiden wat is. Ja? Nu, dan heb ik de zaden gedroogd. Nu komt de tijd van, ik kan het binnen alvast klaarmaken omdat binnen geen vorst is. Maar de uren van de dag worden weer langer. Dat hebben ze nodig. Het is niet alleen de kou, het zijn ook de aantal uren wat de zon op een dag schijnt. Is heel belangrijk voor de plant. Het is nog te weinig, maar wat nu gebeurd is, ze komen op. Ja, ze beginnen al met hun wortelstelsel. En ze beginnen zich al klaar te maken, ze te settelen. Wanneer de temperatuur erbij komt, dat het 15 graden wordt, zo 10, 15 graden, dan gaat hij lekker uitschieten, dan pot ik hem over en dan zet ik hem in de tuin. Ik zelf kies ervoor om het in potten te doen of emmers, 10 liter, omdat dat te verschuiven is. Maar dit jaar ga ik wel in de tuin zelf ook plaatsen. Het probleem wat ik daarmee heb, voordat ik die houten bak ook heb gebouwd, is dat ongedierte, insecten, muizen. Kijk, ik zit hier tussen maïsvelden, dus ik ben blij dat er hier heel veel katten zijn. Want als die er niet waren, ja, dan zou je hier gewoon muizen door de tuin zien rennen en zo als je groente hebt. Want die zien dat verschil niet tussen een maïsveld en jouw moestuintje. Maar er zijn gelukkig heel veel katten in de buurt, dus die houden ze mooi in de maïsvelden. Maar alsnog wil ik ze van de grond afhouden, vandaar dat ik die bakken bouw en dat ik het in emmers doe. Ja, je hebt het gezien. De boontjes, heel simpel. Ik heb ze goed gedroogd. Ik wil altijd dat ze goed gedroogd zijn. Dan doe ik ze in de aarde, 5 centimeter tussen elkaar en ongeveer een halve centimeter tot onder de aarde bedekken. Aarde moet al vochtig zijn. Dat is beter dan dat je het alsnog vochtig gaat maken. Weet je, want het moet tot in de vezel vochtig zijn. En dan ben je eigenlijk klaar. Zo simpel is het. Ik zet hem voor het raam. Ik doe er verder niks meer aan. Ik heb mijn pepers heb ik al gedaan. Mijn tomaten heb ik al gedaan. Ik heb net de bloemen al gezaaid achter. Omdat het nou lekker waait en regent. Dus dan vallen de zaden. Ik gooi het gewoon. Ik ga het niet ingraven. Dan vallen de zaden in de kiertjes in de aarde en tussen de blaadjes en zo. Dan komt de regen naar, die spoelt ze nog een stukje verder. Laat de natuur de rest doen. We proberen het zo natuurlijk mogelijk te doen. En dan gaan we kijken wat we dit jaar kunnen fixen. Ja, wat ik nog wel wou zeggen. Het zwembadverhaal. De goudvissen gaan eruit en die gaan naar de vijver. En dit jaar ga ik tilapia proberen te kweken in mijn kweekbak achter waar de goudvis net zat. En dan gaan wij kijken hoe dat werkt in Nederland. Want ze hebben 8 maanden nodig om te groeien. Van fraai tot volwassenen. En nu zitten we echt wel zo dat wij 8 maanden lang boven de 10 graden hebben. Dat is nodig, want tilapia's zijn heel taaie vissen. En we gaan kijken hoe dat verloopt. Maar daar hoor je meer over. Ik zou zeggen,
check eventjes, weet je. Vind je de video's leuk en wil je dat ik meer vervolgvideo's maak? Wat ik sowieso wel ga maken, maar wil je die blijven volgen? Kijk, dit is de broccoli, heb ik ook nog. Ik heb nog andere bloemenzaden. Ik verzamel altijd zaden. Dat is het bij mij als ik ergens ben en iemand zijn tuin vraagt altijd of ik de zaadjes mag meenemen. Dan vinden de mensen raar, totdat ze zien hoe de tuin eruit komt te zien. Bloemen, groenten, fruit. Dat neem ik allemaal mee. Subscribe als je dit een leuke video vindt. Weet je, klik op het belletje, dan word je bijgehouden als er een nieuwe video opkomt. En mijn message van de dag vandaag is: de zaden die jij vindt in jouw groenten en fruit zijn zaden. Ja? Plant ze. Heb je geen ruimte om te planten, want dat is natuurlijk ook een issue. En je hebt een balkonnetje. Pak potten van 10 liter. Pak gewoon 2 potten van 10 liter. En zet daar 2 tomatenplanten in. Zet daar 2 paprikaplanten in. Zet daar 2 komkommerplanten in. En hou het gewoon bij. Het is niet zo moeilijk om het bij te houden. Ja, want als je zegt je hebt geen tijd ervoor. Oké, als je van tevoren al zegt je hebt geen tijd ervoor. Ga je het hoogstwaarschijnlijk ook niet maken, die tijd. Maar het enige wat je hoeft te doen is de voorbereiding goed doen. Dat is je investering. En dan bijhouden. Water geven 1 keer per week. That's it. Voor de rest, alle andere dingetjes die krijg je in de komende tijd te zien. Want ik ben heel druk bezig met planten. En ik blijf dat gewoon filmen. Ik blijf dat laten zien. En ja, ik hoop dat je er wat aan hebt. Like it, share it, deel het. Begin zelf met leuke dingetjes. Weet je wel. Stel vragen. Als je zelf ideeën hebt. Als je zelf concepten hebt. Of je hebt gewoon vragen over hoe je wat moet doen. Laat het weten in de comments. Like het, subscribe het. En ik hoop dat we dit jaar met z'n allen veel natuurlijk, gezond en biologisch voedsel binnenkrijgen. Ja, geniet van je dag. Alternative living. Till next time.